Hi, ik ben Marjolein. Marjolein Bras, directeur van Food Valley. Food Valley? Was dat niet Arjan Droog? Food Valley NL. De organisatie die sinds 2004 werkt aan de transitie van een voedselsysteem. We hebben onze wortels hier in de regio. Wij zitten op dit moment ook met ons kantoor op de Wageningen Campus. Maar wij werken met nationale en internationale partners aan een mondiale ambitie. En dat is dat in 2050 voor 10 miljard mensen lekker, gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel moet zijn. En om daar te komen moeten we aan de bak en best wel snel. En regio Food Valley en Food Valley NL werken daarin hartstikke goed samen. Want we werken eigenlijk in elkaars verlengde. De regio, nationaal, internationaal. Op vaak ook dezelfde thema's. En daarbij biedt de regio Food Valley een uitstekend vestigingsklimaat. En tegelijkertijd ook een living lab voor de innovaties die uit het ecosysteem komen. Zodat we kunnen testen en opschalen uiteindelijk wat er wordt bedacht en uitgevonden in het ecosysteem. We werken onder andere samen op bijvoorbeeld Shared Facilities. Dat is een initiatief waaruit de Wageningen Universiteit samen met Food Valley samenwerken om faciliteiten, test- en innovatiefaciliteiten beschikbaar te stellen voor partijen uit dat ecosysteem, dat innovatie-ecosysteem, zodat ze versneld kunnen testen. Nou, het is vaak duur, dus je kan het samen delen. En we kijken ook wat is er al en wat is er nog niet en waar moeten investeringen op loskomen. En vervolgens hebben we dat ook gedaan in samenwerking met Regio Food Valley, onder andere bijvoorbeeld voor een MRI in Ede. En daar is heel erg belangrijk dat je ziet dat niet alleen de testfaciliteiten worden gebruikt, maar ook dat kennisdeling ontstaat als verschillende partijen daar ook daadwerkelijk met elkaar samenwerken. Als je iemand kent, ga je vaak naar diegene toe en dan zijn dat de makkelijke verbindingen die je legt. Terwijl als een andere partij weet wat je doet en weet wat die ander doet, dan kunnen ook de onverwachte verbindingen worden gelegd. En dan wordt het net een stukje spannender en interessanter. En dat hebben we ook nodig, want om echt een transitie aan te gaan, moeten we er wel voor zorgen dat we de dingen anders doen dan we altijd deden. Want if you do what you always did, you get what you always got. Op een goede samenwerking.